Wil je nou mee? Waar gaan we heen dan? In de bibliotheek hier. Nee, Paul, het is weer een bibliotheek. Maar hier liggen allemaal dingen die zijn origineel, die heb je nog nooit gezien. De Bounty, Bligh, brieven. Dat zijn allemaal boeken weer. Het zijn manuscripten die je nog nooit gezien. We gaan in godsnaam mee. Waarom moet ik jullie toch over tegenwoordig smeken of je meegaat naar een bibliotheek? Eén bibliotheek per programma, is dat te veel? Ja. Nou, kom dan maar. Wachten. I'm Boudewijn Buch. Nice to meet you. And we are from Holland, and we are making some programs on Bligh, the Bounty, Norfolk, and Lord Howe. So I asked you to bring in some manuscripts and photographs, and that is possible. And yeah. Yeah. How is that possible? In Europe and in the United States, we are very, very strict with showing stuff like this. Just the Australian way. That's the Australian way. Yes. Okay. But let's go first start with the Bligh logbook. Can you explain me the provenance of the logbook? The provenance of the logbook is from Bligh's grandson. Grandson. Which was held in the family from the time of the mutiny. And it was presented to the library here. Presented? Yes, oh, presented. Yeah. In 1902, specifically so that Bligh's side of the story would be available for people to learn about, because at that stage there was a great sympathy for Fletcher Christian, and yeah. Bligh's side of the story hadn't come across very well. There are written a lot of books on Bligh, of course you know. Thousands. Thousands of books. Thousands. And I think if you compare the books, I think the image of Bligh is still a little bit dark. It is, but it's getting better. We can say you are a fan of Bligh. A you fan, you could fan. Say a fan, yes. Bro. Yes. Okay, yes. Show me the rest. Right, do you want to film this yes. now? Yes, yes, right. show it. Right. Cameraman is doing his work, you can do what you want. Yes? Right, I was just going to, I'll just have to go and organize some gloves for myself. Oh, we handle those. I didn't realize you were actually going to start filming. We wait for the. So you can wait, and then I'll be happy to do it for you. Yeah. Misschien is het goed als ik even uitleg hè, over Bligh, want we zijn direct begonnen met deze Bligh. Ja. Bligh was dus een kapitein die mee is geweest met de eerste reis van Cook. Mm-hmm. Daarna is hij op reis geweest, de zogenaamde Breadfruit Journey. Dat wil zeggen, hij wilde planten uit het Zuidzeegebied naar de Cariben brengen, brood. Vruchten. Waarom wilde hij die brengen? Die planten groeien niet in Cariben om daar de slaven goedkoop voedsel te kunnen geven. Op die reis brak er een muiterij uit
onder leiding van een aantal mensen, van Fletcher Christian. Toen hebben de muiters Bligh uit boot geschopt. Mm-hmm. En Bligh is op een open bootje, op een klein bootje, is hij naar Java gegaan, uiteindelijk weer in Engeland terechtgekomen. Later heeft hij nog een grote reis naar de Pacific gemaakt. En daarna is hij gouverneur geworden van New South Wales, waar we nou zijn. En daar is hij mislukt als gouverneur tijdens de zogenaamde Rum Rebellion. We hebben hier te maken met een fan van Bligh. Een fan van de vrede kapitein. Vrede kapitein, zijn aanhalingstekens, want sommige mensen zijn niet vrede. Ik ben geen fan van Bligh. Laat ik dat heel duidelijk zeggen. Hier is sprake van een fan en hier is sprake van een tegenstander. Dat moeten dus de luisteraars en de kijkers moeten dat in oogenschouw houden en nemen. Dat er hier een conflict zou kunnen ontstaan. Dat is standaard hier in de library, using gloves. Mm, for original materials, yeah. Yes. Let's focus now. Do you want now to see Bligh under the bed? Bligh under the bed, yeah. My favorite. Is it? Yeah, it is. That coward. Now this is acid-free paper, I hope. Acid-free paper, yes. That is the... Oh, perhaps can you... Yes. Show to the camera. That's the first cartoon ever it's watercolor. In Australia. Yes, it's watercolour. And as you can see, there's Bligh allegedly hiding under the bed. And this is the inside of the first government house, which was a prefabricated cottage that was brought out by the first governor. He was only a governor for 1 year, I think. Oh, 18 months. 18 months. Yes. What can you find in the logbook of the mutiny? What can you find? Yeah. What about? About, well, it covers, the interesting thing about it is that it covers the beginning of the voyage, so that the log covers the period before Bligh knew that there was going to be a mutiny. So it records conditions on board ship. Recorded before Bligh knew there was a mutiny, therefore there was no need to justify himself. And it does record the conditions on the ship and his attitude towards the men was quite liberal. Okay, can you now fold up this watercolor and then show me your favorite passage in the... My favorite passage in the logbook. In the logbook. Hmm? So you can indeed prove he was the most bravest man England and the British Empire ever had. No, I didn't say that. That would bit. Be a misquotation. Now, I will. There's two volumes of the journal. This is the first. And I hope this is the first. He was writing it on board. He was writing it on board ship and in the longboat that he... Yeah. But how is it possible to write so beautiful in a boat? The boat was shaking, I think. Well, he wouldn't... I mean, he would wait until there was perhaps a calm period to write. That's the first volume up unto... That covers the period up unto the mutiny. Yeah. If you want to film some of that, as you can see. Yeah. See, that was written not in the longboat. Not in the longboat, yes. No. This one, which is more battered. Yes. Because this was locked away. You can see by the... If you look at how pristine that is in comparison to, say, this, which is more battered. So, but this was also in the longboat. Yes, but this was locked away. I locked in the longboat, locked away? Yes, because his clerk had managed to get out his writing equipment and they managed to lock this away. Yeah. So this was never touched, but of course this was used every day. So in the longboat? Yes, so that you can see that it's much more tatty. Yeah. And the passage here is when he is writing about the mutiny on the 20... But can you explain me? They were very hungry. There was almost no water. Mm. And he was writing. Yes. He was also surveying. He also surveyed islands. This was part of his character. Just because there was a mutiny and because he was in a longboat and was fighting for his life didn't mean that you couldn't take the advantage of charting a few islands which hadn't been charted before.
He was totally dedicated to his task in hand. What is he writing after the mutiny about the mutineers? Well, here I was going to read this passage, which is he's actually talking about the mutiny. Can you read it aloud for us? Yes. And he's this is the actual occasion when Christian comes to arrest him. Yeah. And he writes, I continued to endeavour to change the tide of affairs when Christian changed the cutlass he had in his hand for a bayonet that was brought to him. And holding me with a strong grip by the cord that tied my hands, he continued to threaten me with instant death if I did not be quiet. And I'll turn that around, and that's, you can see, on the 28th of April, 1789. De muiterij op de Bounty is een erg ingewikkeld verhaal. En ik heb de afgelopen dagen van jullie steeds vragen gehad. En ik denk dat de kijkers die ook hebben. En ik heb nu besloten het hier op Norfolk Island op een kaart uit te leggen wat er gebeurd is. Dit is Captain Bligh. Dat was een leerling van Cook. Is meegeweest op een reis van Cook. En die werd op een gegeven moment zo bekend dat men zei, jij mag zelfstandig op een boot gaan varen. Hij kreeg opdracht in 1788 om met een schip broodvruchten te gaan halen in Tahiti. En broodvruchten die groeien aan de broodvruchtboom. En dat groeit heel snel en dat zou goed gebruikt kunnen worden als voedsel voor slaven in de Caraïbe, dacht men. Men zou dus brood van die broodvruchten ophalen aan Tahiti en dan brengen naar de Caraïbe om daar te planten. Captain Bligh vertrok oorspronkelijk via Kaap Hoorn, maar hij durfde daar niet omheen en uiteindelijk is hij in de Pacific terechtgekomen via Kaap de Goede Hoop. Er waren twee problemen toen hij de broodvruchtboompjes had ingeladen. En dat was dat de schepelingen die kregen niet meer voldoende zoet water. Omdat, dat kun je hier zien, al die plantjes die kregen het zoete water. Daarnaast sliepen ze onder die plantjes en lagen ze de hele dag in hun slaapzak te lekken. Want dat water lekte allemaal door. En het derde probleem wat er nog bij komt is dat Bligh erg wreed scheen te zijn. Geen ze vaak op een donder te geven. Toen ze op de terugtocht waren met hun broodvruchten, toen waren een aantal mensen die waren zo kwaad dat ze het schip gingen kapen. Daar brak een muiterij uit onder leiding van Fletcher Christian en Adams. En dat gebeurde bij Tonga. Men heeft toen Bligh niet vermoord, maar men heeft Bligh met nog 20 trouwe volgelingen in een sloep gezet. Dus de sloep die aan boord aanwezig was. Die sloep was zo'n 7 meter lang en daarmee is Bligh teruggevaren. En die kwam terecht eerst hier bij Cape Barrier Reef, waar ze stranden. Maar later konden ze verder. Kwamen ze in Timor terecht en via Batavia uiteindelijk in Engeland. Dit is een buitengewoon knappe reisgeest in een sloep van Bligh. Bligh is overigens later teruggegaan om weer broodvruchten te halen en dat is gelukt. De kapers die gingen met de grote boot, de Bounty, eerst naar Tahiti. Daar vonden ze een aantal vrouwen. En die vrouwen, daar wilden ze mee trouwen of kregen ze ruzie mee. Een gedeelte van de kapers bleef achter op Tahiti. Een ander gedeelte ging op zoek naar een schuilplaats waar ze nooit gevonden zouden worden. Die schuilplaats, dat werd Pitcairn, dat kwamen ze tegen. Het is de vraag of Pitcairn nou wel of niet eerder bekend was. Maar in ieder geval is het zo dat als het bekend was, maar aan heel weinig mensen bekend was. De Pitcairners die kwamen op dit eiland terecht en hebben daar 30 jaar gezeten zonder dat iemand ze ontdekte. Dat wil zeggen, er zijn wel twee schepen eerder langs geweest, maar dat drong niet door in Engeland. Pas door Beechey, zo aan 1826 meen ik, de Beechey, toen werd het bekend dat de kapers hier zaten. Maar toen was er nog maar één kaper, originele kaper in leven, en dat was Adams, John Adams. John Adams vergaf men zijn fout en uiteraard de nakomelingen, die kon men niks kwalijk nemen. Ze bleven wonen op dit eiland hier. Totdat het in 1855... te klein werd, want toen was de groep van nakomelingen gegroeid tot zo'n 150, 200 man. Toen stelde Engeland dit eiland hier, het staat op de kaart, maar ik wijs het erom aan, Norfolk Island ter beschikking.
Norfolk Island was 70 jaar, bijna 70 jaar, een gevangenenkolonie geweest. Er stonden huizen en die huizen zouden geschikt worden gemaakt voor de kapers. De kapers gingen hier allemaal heen, maar een gedeelte kreeg weer spijt en ging terug naar Pitcairn. En nu wil het feit dat van de kapers, van de muiters, wonen twee groepen nu op twee verschillende eilanden. De kleinste groep, zo'n 60, woont nog steeds op Pitcairn. De grootste groep, zo'n 500, woont met 1500 Australiërs op Norfolk Island, op dit eiland waar we nu zijn. Come with me, my love, to the sea, the sea of love. I want to tell you how much I love you. Do you remember when we met? That's the day I knew you were. Hier ligt George Hun Nobbs. Dat is de grote man van Pitcairn en Norfolk. Hij is aangekomen als leraar op Pitcairn. Hij heeft daar een hele lange tijd gewoond en hij heeft ervoor gezorgd dat de Pitcairners wegens overbevolking zich mochten verhuizen, om het zo maar eens te zeggen, naar Norfolk Island. Hier heeft hij ook nog heel lang, is hij hier pastoor geweest, of laat ik zeggen predikant. En hij is overleden na 55 jaar trouwe en gelovige dienst aan de gemeenschap te hebben betekend. Nobbs is dus niet een eerste generatie, hij behoort niet bij de Mutiners, hij is daarna pas gekomen. Maar zijn familie en hij ook zelf zijn allemaal getrouwd met Christians. En als je nou op deze begraafplaats kijkt, dan sterft het van de Nobbsen en de Christians. En iedereen die hier ligt, is familie van elkaar. Sorry now, whose heart is aching for breaking each bond, who's sad and blue, who's crying too. Ja, ik weet niet of het leuk is. Dit is het Bounty Folk Museum en het wordt gedreven door een man die heet Bill Winner. En die woonde tot 1980 in Zuid-Australië en toen kreeg hij maagzweren. En toen was de enige oplossing voor hem om een Bounty Museum te beginnen. En ja, historisch gezien slaat het niet op zo gek veel. Maar het is wel interessant om te laten zien hoe ver die Bounty rage kan gaan. Er zijn over de Bounty en de nakomelingen van de Bounty duizenden boeken geschreven. Ongelooflijk veel verenigingen. Je hebt in Amerika een tiental verenigingen die uitsluitend zich bezighouden met de Bounty, Pitcairn en Norfolk. En hij is zo'n Australië hier zich dan gevestigd heeft. Wat ik dan interessant vind is hoe ver het kan gaan, tot en met die lepeltjes. Maar wat nog interessanter is, is zijn boekenkastje hier. Want je weet, ik ren natuurlijk direct naar het boekenkastje, maar ik zie daar een paar boeken die zou ik zo vreselijk graag willen hebben. Welke? The Story of Pitcairn van Jong, die groene daar. Ja. En Lady Belcher, de Mutineers of the Bounty, dat is de eerste druk die ik hier zie staan. Daar ben ik buitengewoon jaloers op. Ja, en verder, het is hier werkelijk alles. Er zijn postzegels, strijkijzers. Er heeft een gevangene 5 jaar in een boom gewoond. Ja. Hij zegt dat hij die boom weer heeft en er zit een pop in. Of het allemaal echt is, weet ik niet. Het is alleen een voorbeeld van de bounty-gekte. En wat ik altijd leuk vind is fanatisme. En dit is het fanatisme ten top gedreven. Dus ja, dit museum, dat laat ik in mijn hartje grieven. We're taking this ship. We've had enough of your brutality and inhumanity. Churchill, take over the wheel. McCoy, secure the arms room. Quintal, tie up Bligh.
Mr. Adams, guard the gangway and stop anyone who tries to enter. Sir, it's a mutiny, is it, Christian? You old dog, after all I've done for you, you cast me adrift 900 miles from a friendly port. Well, hear me, Christian. I'll sail this boat back to London if I must, but I'll catch you. You mark my words. I'll live to see you, all of you, hanging from the highest yardarm in the British fleet. You mark my words. Oh, yes, here we go. Yep. Right, I'll just slip this over. And I will... One? You want them in the box? No, it's not... Not... I think if I can stand them there, yeah, yes? Yeah, sure. Jezus, jongens, hier. Echt bounty trofeeën. Zo, so, one hier. En die other one, Thomas? Daarnaast. Oh, yes. Let's make sure we've got them right. This one's first. Oh, this one's first. Oh, yep. Yes. These are the articles of the faith. Yep. Yes. First, the 10 articles of faith. Yes. One, yeah, two, those shall not. So let's sit here. So. Well, that's how you read them anyway. Yeah. So, Foxy, your real name is Baker McCoy. Baker McCoy, yes. And McCoy, that's a famous name. You are. You said the fifth generation of fifth the... generation, yes. So a real descendant of a mutineer. Real descendant, yeah. And direct. Those are two very famous tablets. What are they precisely? Can you explain me what is it? Well, this they were carved by John Adams, supposedly on Pitcairn Island, from the deck plankings of the Bounty. You the said original supposed. Are you sure they are? Well, that's why I said supposed, because yeah. I am not 100% sure. Yeah. And how came these things in your family? Well, they've been handed down through the Christian family, yeah. Right down through the generation. Your wife is a Christian. Years. And then the wife, yeah. My wife is a Christian. Yeah, she's a Christian Ruth. Too, yes, but her Ruth family name is Christian, yes. Yeah, yeah, Ruth Christian. Yeah. This is their old family home. Yes. Oh, this is the old family home? Mm-hmm. And your family and your wife's family came here in 1855? That's yes. Correct, yes. And are there contacts now between Pitcairn and Norfolk? Yes, there is still a lot of contacts. So we had a pilgrimage back to Pitcairn Island a few years ago. And you also went with them? No, I didn't go. Why not? Unfortunately, we had other commitments in Australia, yeah. And we had to go there instead. Are there McCoys living now on Pitcairn Island? No, the last Pitcairn Islander died, as far as I know, approximately. The last McCoy, yeah, Pitcairn last, Islander? Yeah. But here, if I see in the telephone directory, there are a lot of McCoys. On Norfolk? Norfolk, but, yes. But not Pitcairn. Pitcairn. And are you writing with family on Pitcairn Island? I am not, but... There are others on the island that does write to the Pitcairn Islands. I think you have those two tablets in beautiful cases, but these are museum pieces. That's correct. Yeah. Why are they not in a museum? Well, you want to be close with them or not? And yeah? There are something that just seemed to stay with you. They don't seem to belong anywhere else other than with the families. Yeah. And you are giving them to your children? That they will be passed on to our offspring, yes. And where are they, in the house, hanging on the wall or lying on the ground? No, they're just in the corner of the lounge room there, and there they remain. How many people are looking in a year? How many people came along? Well, I'd say approximately 1,000 at least. A year? A year, yes. Oh, but so you hate tourist and TV camera crews. Yeah, 1,000 a year.
ontzettend kwaad ben. Wat dan? We horen het hele lulverhaal daar, van die tablets. Ja? En die toeristenman die erbij kwam, weet je waar ik ook nog wat aan gevraagd heb? Ja? Nadat jullie klaar waren met het film, zegt hij, ze zijn natuurlijk niet echt. Ze zijn gewoon door de convicts gemaakt. In dat kamp. Aha. Hij zegt, maar dat durf ik hem niet te zeggen en de toeristen ook niet. Hij zegt, ben je gek, die man kon helemaal niet carven. En ze zijn inderdaad 70 jaar zoek geweest, opeens zijn ze er in 1855. Ja, ja. Ze komen gewoon uit de bidzaal, zegt hij, van het gevangenenkamp. Ze hebben helemaal niet te maken met die baan. Die wel, nee, geen flikker. Maar dat zegt hij. Maar wat denkt hij? Wat denkt die lul nou? Ja. Dat ik dat dan voor me hou. Hou dat jij het wel even onder tafel zag. Ja. Ja, 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 ja. Hij fluisterde het ook. Hij fluisterde ze meestal. Maar hij zei, ja natuurlijk, maar dan kan je die oude man niet zeggen. En voor jullie programma is het ook niet leuk. Het is veel leuker als jullie denken dat hij van de bounty is. Nou, dat kan ik, ja. Veel leuker. Ik ben echt een beetje kwaaig. Ik ben gewoon vernijd. Ja, nou goed. Nu afgelopen. Nou, afgelopen zo. Dat is ook weer duidelijk. Ze mogen niet in een museum. Nee, ik begrijp niet. In een museum hangt geen valse dingen op. God, zie ik, je moet ze oppassen. Nou, maar het is goed dat we het even hebben vastgelegd. Hè, dat we net een valse bounty ding hebben gedraaid. Okay? Is er dan überhaupt wel iets echt van de bounty hier? Je gaat natuurlijk twijfelen op zo'n moment. Maar dit hebben we opgelost. Ja? Voor de record. Oké. Oh, yes, I'm the great pretender. A drift in a world of my. My surname is Christian, though, from... Your surname is Christian? My surname is Christian, yeah. I'm ninth generation, I think, from Fletch Christian. Ninth? Yeah, I think ninth or eighth or ninth. Yeah. So, your name is Fletcher? Oh, no, my name is just Trent Christian. Trent Christian, yeah. So, yeah. But Christian, that's a well-known name. I think us. It is, yeah. And you are now living on Norfolk for 9 months? Yeah. And you plan to stay 2 months more? Yeah, until we get a ship home, so which will be about another 2 months. Yeah. And you had to go first to New Zealand, pick up their ship. Yep, and go then by boat to pick up. And this is the third time on the island? Yeah. Yeah. What was the first time on Norfolk? That was way back in 89, I think. 88 or 89. 88, so you were 16 then. Yeah, so, yeah. And then there's a young man from one of the tiniest population in the world. Yep. Was going to Norfolk, and he was seeing restaurants, discotheques. What were you thinking then? I don't know. See, it's funny. It's not like a real big shock at all, really, because you know, at home, like you know, from schooling and stuff, you see it in the movies and documentaries, and you read it in books, so you sort of know what it's like, you know, back out here. There so it's is not... no television, but there is video on there the is island. There is video. Yeah, yeah. So it wasn't a real shock at all. Like you know, you hear about it in papers and. You know, so you sort of know what it's like before you even get there, so it's... But you went back. Yeah, yeah. And why is that? Well, home. Home's home, I guess. But can you explain me, what are you doing on Pitcairn as a young man? In daytime. It's hard to explain. Yeah. Well, it's quite easy, actually. Like, see, we've got all, like, you know, all the mod cons there, you know, like we've got machineries and everything. So, well, I'm an engineer, right? And so, you know, there's always machines and, like, as you can understand for seeing here, you know, like the salt air and stuff, there's always, you know, constant maintenance, you know, for machines. And like, if, you know, you've finished like machinery stuff for the day, like there's nothing else to repair, then you've always got the gardens, you know, to weed or the house to do a bit of work on, clean up or... And in your free time, what are you doing then? Normally we make souvenirs in our free time or you go fishing, go in the gardens or... But that isolation, it's one of the most isolated spots in the world, I think. I think so. I can't really say yeah or no, but I think it is. I'm not too sure. And you are now with 60 people, 61? How many now? It's going to be close to about 60 or so. Yeah. In the older times, there was no drinking and smoking on the island. Is it still the same or not? Yeah. It's, be honest. There is, you know, you can... you know, a few people, you know, do buy, you know, beer or stuff. It is allowed. Alcohol. It is not really. It's, there's law against it, but if you,
don't abuse it, then, you know, it's all right. But really, there should be no alcohol or anything entering the island. Yeah. But you can have it in your own home, you know, but if it gets out, you cannot drink it in public places. And, you know, if you don't abuse it, like if you don't go crazy or, you know, go out and do stupid things, then that's when, you know, you will, it will be very strict. But so far we've had no accidents, no crime, nothing caused by alcohol. No. So, you know, so far, if you want to have a drink, you can have, sure, a wine at dinner or something in your own home, maybe a social beer, you know, on Friday afternoons or in the afternoon, but there's still not a bar. There's no bar, no place where you can, no bond or anything. Yeah. So, you know, you can have maybe a case or so in your house, you know, but you do not take it out into public places or anywhere else. You just have it at home and that's it, you know. You prefer Pitcairn? Oh yes. And then in 2 months you are back. Hopefully, fingers crossed. Hopefully, yeah. if we can get a boat back, passage back, then yeah. I wish you good luck. Well, thank you. Thank you very much. Thank you. Here's my pretty producer, right? Yeah. Tweedly, tweedly, tweedly dee. I'm as happy as can be. Jiminy Crickets, Jiminy Jack, you make my heart go clickety clack. Tweedly, tweedly, tweedly dee. Tweedly, tweedly, tweedly dot.